Thijs Reumer kan waarschijnlijk nooit meer aan het werk in de Nederlandse media- en filmindustrie. Geen enkele tv-zender of film wil ook maar enigszins geassocieerd worden met zedenmisdrijven met minderjarigen, zelfs na het uitzitten van een straf. De acteur kan nooit, maar dan ook echt nooit meer op de poster van zo'n gezellige romantische komedie. Het is opvallend dat de vrouwen in Thijs leven tot voor kort heel stil bleven. Zijn laatste liefje, Igone de Jong, schijnt hem volgens Yvonne Kolderweijer nu alsnog te hebben gedumpt, en zijn vroegere liefje Katja Schuurman heeft zojuist een statement naar buiten gebracht. Want wat vindt zij nou eigenlijk van het gedrag van Thijs? Katja schrijft op Instagram, ik hoop dat men begrijpt dat me in het openbaar uitlaten over het gedrag en de keuzes van de vader van mijn dochter niet in het belang van mijn dochter is. Niet omdat ik vind dat ik daartoe verplicht ben, maar omdat ik inmiddels behoefte voel om iets te zeggen, toch het volgende. Het is een privé kwestie, vindt Katja. Binnen de beschermende muren van ons huis worden alle gesprekken gevoerd die nodig zijn om haar geloof in liefde en eerlijkheid heel te houden. Als moeder, als vrouw en als mens kan ik niet anders dan diepe pijn hebben over een deel van het gedrag en een deel van de keuzes van haar vader. Ze gaat Thijs niet uit het leven van haar en haar dochter verbannen. Als vader van mijn dochter zal ik hem nooit laten vallen. Ik zal alles doen dat in mijn macht ligt om bij te blijven dragen aan een zo normaal en liefdevol mogelijke relatie tussen vader en dochter. Katja is in dit proces niet heel erg terughoudend geweest. Nena Kruisinga, een van de slachtoffers van Thijs, werd in september door haar benaderd, zei ze eerder. Ze vertelde dat ik rekening moest houden met hun dochter Sammy. Katja zei: Ze gaat naar de middelbare school, maar kan door alles wat er gebeurd is geen vrienden maken. Het meest bizarre volgens Nena: Ze nodigde me ook bij haar thuis uit. Ze wilde met mij chillen in haar sauna. Heel apart.